Hey allemaal, dit is Koen hier en wat we hier voor onze neus hebben is mijn Astral Talk video over de verhuizing, over de scheiding en over van alles en nog wat, wat er allemaal op dat moment in mijn leven speelde. Holy shit, dit is een tijd geleden. Voor die mensen die er niet van op de hoogte zijn, mijn ouders zijn gescheiden en ergens begin dit jaar heb ik een video gemaakt waarin ik heb uitgelegd dat ik een tijdje niet had kunnen uploaden op dit kanaal. Ik geloof dat ik iets van 2 à 3 weken niks geüpload had vanaf dat moment. Heeft er voornamelijk mee te maken met dat ja, mijn apparatuur moest worden ingepakt. En ja, als je apparatuur is ingepakt kun je geen video's maken. Mijn apparatuur, dat is dus mijn computer, mijn beeldscherm, mijn toetsenbord, mijn muis, mijn microfoon. Alles heb ik ingepakt en uiteindelijk heb ik zo'n 3 weken niks kunnen uploaden daardoor. En uiteindelijk, toen ik weer helemaal terug was, toen ik in het huisje was ingetrokken waar ik nu ben, heb ik al mijn spullen weer uitgepakt, ik heb alles weer aangesloten en ik ben gelijk aan de slag gegaan met deze video. Het heeft me wel even gekost om weer terug te komen dan. Ik heb een dag nadat ik alles had aangesloten en alles had klaargezet, een dag daarna had ik deze video opgenomen, bewerkt en op YouTube geüpload. Dus ja, het was ontzettend veel hijsa was er allemaal omheen en het was niet leuk. Nou goed, het leek me wel even een leuk idee om gewoon eventjes een video te maken. Nou ja, een leuk idee. Het leek me wel even zo netjes om gewoon even een video te maken waarin ik een snelle update gaf over hoe en wat. Want ja, ik ben iets van 3 weken of zo weg geweest van YouTube. Mensen hebben geen flauw idee wat er momenteel aan de hand is. En ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen zich afvragen of alles wel een beetje goed gaat. Dus ja, vandaar dat ik deze video maakte destijds. En als ik er nu op terugkijk, denk ik echt van... sowieso, de video is bijna 20 minuten lang. En als ik hier naar terugkijk, dan zit ik al van... Waarom is deze video... bijna 20 minuten lang. Het gaat om een simpele verhuizing. Waarom is de video 20 minuten lang? En dan kijk ik er even naar terug. En dan zie ik wat voor shit ik allemaal wel niet te vertellen heb in deze ene video. Oh my god. Oké. Dus ja. Dat was dus al gelijk even het eerste ding toen ik terugkeek naar deze video. Van wat ik allemaal wel niet te vertellen had hier. Een merendeel van wat ik in deze video vertel is niet eens relevant aan de verhuizing zelf. Het is gewoon meer kleine ergernissen die ik dankzij de verhuizing en zo heb meegemaakt. Ergernissen die ik tot op de dag vandaag nog steeds heb trouwens. Ik heb het met name in deze video gehad over het feit dat ons internet hier niet al te best is. En dat onze televisie hier niet al te best is. Dankjewel, Ziggo. Nee, even serieus. Ik ben absoluut nooit een fan geweest van Ziggo. Ziggo televisie, Ziggo telefonie en... het internet... nee, ik ben er geen fan van. En ik heb in deze video het best wel duidelijk gemaakt waarom. Wat zeg maar een beetje het ding was... wij hebben bij mij thuis nooit goede ervaringen gehad met Ziggo. De enige goede ervaring die we... De enige redelijke ervaring die we hebben... gehad van Ziggo is dat ze best wel goede televisie hadden. Maar daar houdt het ook wel redelijk bij op, zeg maar. En het ding was... weet je wat nou eigenlijk het ding is? Ziggo... laten we gewoon eens wel even... ik ga denk ik een tikkie te ver naar voren. Eén ding wat ik sowieso al gewoon heel erg vervelend vond, want ja... we hadden niet echt bepaald een keus om Ziggo te nemen. Het heeft niets te maken met geld of zo, voor zover ik weet. Het was meer gewoon van... Ik weet niet eens wat het was. Er was een of andere gare aansluiting of zo in de muur ergens. Ik weet niet eens meer waar. Volgens mij was het ergens in een hoekje of zo. Waarvan mijn moeder zoiets had van... Ja, die gebruiken we toch niet. Dus die heeft ze door de stukker even dicht laten maken. Nou ja, je raadt het al. De mannen van Ziggo die komen eraan. En die konden onze Ziggo-apparaat... onze Ziggo. De KPN, sorry. De mannen van de KPN die komen eraan. En die konden onze KPN-box niet aansluiten. Dus ja, wat doe je dan? Dan stap je gelijk even over naar Ziggo. Want ja, die hebben we jarenlang gebruikt. Dus ja, waarom zou je dan een andere nemen? Het was ook gewoon omdat Ziggo de enige was die zo'n aansluiting niet gebruiken, blijkbaar. Wat ik heel erg lastig vind te geloven. Ik kan me niet voorstellen dat Ziggo de enige is die dat gebruikt. Maar ja, dat even volledig terzijde. KPN abonnement afgesloten. Ziggo abonnement weer opgestart. En dan komen de mannen van de Ziggo heel even langs. Die gaan heel even al onze Ziggo shit aansluiten. En ik ben nu letterlijk inmiddels al een jaar bezig. Want ja, ons internet is sindsdien ontzettend ver achteruit gegaan. Want, nou ja, ik zal eens even wat vertellen. Ik zit momenteel op kabel. En mijn internet wil nog wel eens uitvallen. Op freaking kabel, Ziggo! Fix je shit, alsjeblieft. Maar goed, ja, dat. Mijn internet wil nog wel eens heel even uitvallen. Zowel op kabel als draadloos. Dus ja, daar ben ik ontzettend blij mee. Onze televisie is voor de langste tijd ontzettend achteruit gegaan. Wij hebben voor een hele lange tijd heel erg veel haperende televisie gehad. Zelfs Netflix wilde niet normaal meewerken. Dus GG, well played Ziggo. En het heeft ze gewoon letterlijk een maand lang gekost om gewoon eventjes bij ons te komen en eventjes een nieuwe kabel te trekken. Ik vind het echt gewoon te zot voor woorden dat het op deze manier gewoon moet. Ja, de wifi-dongeltjes die ik had, ja, dat is gewoon pure shit. Ik heb hele slechte wifi-dongels voor mijn PC. Eentje daarvan heb ik bij mijn PC gekocht. Eentje daarvan heb ik ooit eens een keertje losgekocht. Omdat ik dacht dat die goed zou zijn. Nee, was die totaal niet. Dus ja, ik heb... Lang verhaal kort. Ik heb gewoon geen goede wifi. Dus ja, dan moet je het op kabel gaan doen. Maar ja, weet je wat nou het probleem is van kabel? Dan moet het wel goed werken. En het probleem is dat, ja, kabel dat... werkt op zich wel. Als het werkt, dan werkt het ontzettend goed. Maar het gebeurt mij zo vaak dat het internet hier gewoon uitvalt. Zowel draadloos als bedraad. Het is gewoon... Nee. Gewoon nee, Ziggo. Nee. Ik heb ook wel eens zo even een klein beetje onderzoek gedaan naar hoe dat nou eigenlijk zit met Ziggo. Er zijn echt heel weinig mensen op het internet die te spreken zijn over Ziggo. Ik ken genoeg mensen die te spreken zijn over Ziggo. En dan hebben ze het vervolgens over dat ze een heel duur abonnement hebben. En dat ze 200 megabytes per seconde download hebben. En dan zeggen ze, ja, dan moet je een duurder abonnement nemen. Dat moet niet uitmaken. Het moet niet uitmaken hoeveel geld je betaalt voor één abonnement. Om vervolgens wel eventjes even een heel snel internetsnelheid te krijgen. Want ik zal je zeggen, het maakt... Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt of dat wij een duurder of een goedkoper abonnement nemen. Ziggo Internet blijft hier bij ons gewoon verschrikkelijk kloten. En ik ben nog steeds verbijsterd dat we het nog steeds gebruiken. Want ik zou je nog eens even wat mooiers vertellen. Wij gebruiken Ziggo tot op de dag van vandaag nog steeds. En het is nog steeds niet heel erg veel beter erop geworden. De mediabox die Ziggo heeft... is het al jarenlang geweest en dat zou het waarschijnlijk al altijd blijven. Hapert als de neten. De televisie is gelukkig gefixt. Na iets van 2 maanden. Het ding is, de Ziggo klantenservice heeft iets van 2 maanden of zo niks van zich laten horen. En op een gegeven moment komen ze even bij ons langs en dan gaan ze even een nieuwe kabel trekken. Allemaal hartstikke leuk en aardig, maar het verandert nog helemaal niks aan dat hun interface draait op 5 frames per seconde. Ik kan letterlijk naar beneden kijken naar mijn afstandsbediening. Ik druk heel eventjes op een knopje en dan kan ik heel langzaam met mijn hoofd naar de televisie gaan draaien. En dan zie ik wat gebeuren en dan hapert het menu als de neten. Dat hoort niet zo te zijn, Ziggo! Het is echt gewoon... van je zit... Dat is dus gewoon niet het geval geweest. Ja, ik vraag me af of dat Ziggo... überhaupt... Ze beloven heel erg veel leuke dingen op televisie. Ik zie heel erg regelmatig reclames voorbij komen van... Ja, de Ziggo Power Promise. Lalalala. Dan moet je het ook daadwerkelijk waarmaken. En dat hebben ze tot dusverre nog nooit gedaan. Voor zover ik heb kunnen zien. Bij ons thuis in ieder geval. Dus ik vind het ontzettend leuk... En zo, al die leuke beloftes. Kom ze ook na, alsjeblieft. Dus, ja, dat is wel eventjes nog een kleine extra rant op Ziggo. Verder, wat betreft andere dingetjes. Wat is aardig veel gaande geweest. Verder, wat betreft mijn kamer. Je ziet daar rechts in beeld een of ander gaar ding... Wat een kast zou kunnen zijn, zou je denken. Maar dat daar was ooit mijn bed. Het ding was, zou ik ooit weer eens een keertje gaan gebruiken als bed. Maar nee, in plaats daarvan heb ik ooit eens een keertje de oude boxspring van mijn vader gekregen. Waar ik ontzettend blij ben, want dat ding ligt super lekker. Wat heel handig is als je uit bed wil. Dus ja, ik ben ontzettend blij dat ik die boxspring van mijn vader heb gehad. Want het is een super heerlijk ding. En ik wil het voor niks anders meer ruilen. Dat bed dat daar nu dus rechts in beeld staat. Dat in deze video. Die staat nu dus bij mijn zusje. En ja, ik wens er heel erg veel succes ermee. Het was in ieder geval heerlijk om... om die boxspring voor de eerste keer te voeden. Oké, dit klinkt een beetje heel erg raar momenteel. Verder ben ik allemaal shit in beeld aan het brengen. Ik pak heel even mijn microfoon erbij. Ik heb allemaal zuigtabletten en zo op mijn beeldscherm laten komen. Ik had mijn dongeltje al even laten zien om even aan te tonen dat ik een heel erg slechte wifi-dongel heb, et cetera. Ik vraag me echt af wat ik allemaal aan het doen ben in deze video. Dat was echt... het was niet echt waarvan je zit... Ja, dit is echt een video waar ik 20 minuten lang naar zou willen kijken, zeg maar. Want ja, nogmaals, ik maak een video van 20 minuten lang, waar ik echt gewoon even wat persoonlijke problemen aan het vertellen ben. Dit is zeg maar mijn venting video, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. Het is niet echt meer mijn mening over verhuizen geworden. Het is gewoon, ja, de verhuizing en hoe ik ermee omga ofzo. Dat komt nog steeds op hetzelfde neer. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, ik merk het alweer helemaal, ik ben gewoon weer even lekker slap aan het lullen in deze video en ik heb geen idee meer waar ik het over heb. Maar goed, ik merk in ieder geval wel dat mijn energie in deze video ontzettend minimaal is. Als je bedenkt hoe mijn video's momenteel zijn. Als je deze video vergelijkt met mijn meest recente video, je hoort zo ontzettend veel meer energie in mijn meeste video's vandaag de dag dan in deze video. Het ding was, ik was er gewoon een klein beetje doorheen. Het was gewoon, alles gebeurde op een gegeven moment zo snel. Zeg maar, mijn ouders die waren op een gegeven moment gescheiden. Ja? Mijn vader die verhuisde op een gegeven moment naar Zoetermeer. En ja, dan is hij uiteraard niet meer bij ons thuis. Dus daar begon het al een beetje. Dat was gewoon al gelijk een klein beetje een heel erg lastig ding voor mij. Het was even wennen, dat alleen al. En dan vervolgens moet je al je spullen gaan inpakken die je dan vervolgens mee gaat nemen naar je nieuwe huis. Dat is dus de plek waar ik momenteel zit. En dan ben je dus alles aan het inpakken en dan komt alles opeens een heel stuk dichterbij. En dan gaat alles ineens ontzettend snel. En dan op een gegeven moment is de verhuizing dan daadwerkelijk aan de gang. En ja, dan op een gegeven moment zijn al je spullen in je nieuwe huis terechtgekomen en dan is het allemaal, ja. Dan moet je maar gewoon even leren leven in je nieuwe huis, zo simpel is het. Ik werd, ja, it was a little bit, it was overwhelming, I gotta say. Het was niet makkelijk om mee te dealen voor mij, echt niet. Het was een beetje zwaar. Maar goed, ik ben in ieder geval blij dat het allemaal, zo snel verlopen is. Want ja, hoe sneller het allemaal verlopen is, hoe beter. Dan hoef ik het niet nog langer mee te gaan dealen. En ja, ik ben er inmiddels wel redelijk aan gewend aan dit nieuwe huis waar ik momenteel zit. Ik ben heel blij dat ik hier terecht ben gekomen en dat ik hier mijn leven het afgelopen jaar heb kunnen verder bouwen. Het is in ieder geval weer eventjes interessant om het hierover te hebben, want ik heb begin dit jaar een TopBuzz pagina gemaakt. Want het ding was, ik kreeg persoonlijk een mailtje van TopBas. Ik heb geen idee meer waarom ik dat niet heb voortgezet, maar ik werd persoonlijk benaderd door TopBas. Dat was zeg maar een beetje een soort van platform als YouTube, maar het was niet alleen gemaakt voor video's, maar je kon er ook je blogs en zo kon je erop kwijt. Het was een hele mooie manier voor creators om gewoon nog eventjes heel erg veel interactie te hebben met je grote publiek. En ik dacht van, ja, dat is op zich best wel een ideale plek voor mij om mijn video's op te gaan uploaden. Want ja, dan kan ik misschien een klein beetje geld verdienen met mijn video's. Wat, even voor jullie info, ik verdien dus echt geen ene flikker met mijn YouTube video's. Dus dat is waar ik mijn TopBas pagina uiteindelijk voor had aangemaakt. Zodat ik een klein beetje geld kon verdienen met mijn video's. Raad eens, ik heb er uiteindelijk helemaal niks mee gedaan. Misschien dat ik in 2019 ermee verder ga. Want het is wel eventjes leuk om daarmee aan de bak te gaan in ieder geval. En het was ook weer heel eventjes leuk om terug te kijken naar deze video. Hoewel ik bijna 20 minuten nogmaals aan het lullen was over de video. Het was wel even goed om even terug te kijken naar deze best wel hele heftige gebeurtenis. Dat was nog in de tijd dat ik nog Astral Thunder als internetnaam gebruikte. Tegenwoordig niet zozeer meer. Het was meer gewoon van, ja. Leuke herinneringen dit. Leuke herinneringen. In ieder geval jongens, het was weer even leuk om even terug te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie... zo, ik kom even lastig uit mijn woorden momenteel. Ik wens jullie verder nog een prettige dag en ik zie jullie later.